Na wat weken met veel bewolking en regenachtig weer, kunnen we komende week genieten van zomersweer. Zondag kan het al zomers warm worden in een deel van het land. En begin volgende week is dan de piek met temperaturen tussen 25 en 30 graden. Lokaal in het zuidoosten misschien nog wel wat warmer. En dan spreek je dus echt van tropische temperaturen halverwege september. In de media en op internet wordt de warmte van komende week nu al op verschillende manieren aangeduid. Zoals Indian Summer, Oude Wijvenzomer, Sint-Michaelszomer en gewoon nazomer. Waar komen die begrippen allemaal vandaan en zijn ze wel toepasbaar op dit type weer halverwege september? We vroegen het aan Raymond Klaassen van Weerplaza. Indian Summer, dat is een term die uit Noord-Amerika komt en zowel in Canada als in de Verenigde Staten gebruikt wordt. De echte precieze definitie heb ik niet kunnen vinden, omdat in de lectuur staat dat men dat niet precies kan herleiden. Maar de term komt er wel vanuit het gebied waar vroeger ook de Indianen actief waren. En men ziet daar duidelijk een verband. De temperaturen dus over het algemeen boven de 20 graden, waarbij het rustig weer is. Maar het is wel gekoppeld in Noord-Amerika na een periode van slecht weer. En er zijn zelfs wat deskundigen die zeggen dat je ook een vorstperiode moet hebben gehad. Dan kan je je afvragen of we dat hier in Nederland ook zouden moeten gebruiken. Dat is een term die uit de Noorse en Germaanse oudheid komt. De oorsprong, ook daar zijn verschillende verhalen van. Het verhaal wat het meest voorbij komt, dat zijn Noorse godinnen die draden spinden. En dat waren de levenslijnen. En daarmee werd het lot van mensen bepaald. En die draden die slaan dan op de spinnendraden die je vroeg in de ochtend ziet schitteren in de ochtendzon op een mooie rustige herfstdag. Maar ook voor die term geldt, als je daarover gaat lezen, dat het toch een periode is die geduid wordt ook later in het jaar, ook in de herfstmaanden, met name oktober, november. En dat is inderdaad dan ook wel een periode van mooi en rustig zonnig weer. Daar kunnen we feitelijk heel kort over zijn. Die kunnen we ook niet gebruiken. Dat heeft te maken met de naamsdagen die de katholieken vroeger koppelden aan een heilige. De naamdag van Sint-Michaels was 29 september. En een warme zomerse periode rond die datum duiden we als een Sint-Michaels zomertje. Vaak is het maar een paar dagen. En dat is het volgende week ook niet. Die term kan je op twee manieren uitleggen. Je kan natuurlijk zeggen van een periode na de zomer. Hè, en dan zou die niet echt opgaan omdat het nu nog zomer is. Maar we gebruiken dat soort kreten met na ook wel voor een periode, het einde van een periode. Dus het einde van de zomer. En dat gaat natuurlijk wel volgende week op. Omdat we dan echt in de ene laatste week van de zomer zijn aangekomen. Dus in onze verwachtingen spreken wij toch van een nazomer. Periode.